Dames en heren, sorry dat ik u stoor. Maar het enige wat ik even wil vertellen is dat men zegt dan wel liefde. Maar het gekke is dat die 5000 jaar beschaving die we achter de rug hebben, in ieder geval één ding niet lijkt te hebben opgelost. Dat is namelijk die enorme kloof tussen rijk en arm. Het was 4000 jaar geleden al zo. En het is nog steeds zo. En het wordt alleen maar erger, dames en heren. En in 1850 schreef Richard Wagner zijn beroemde opera Der Ring des Nibelungen. Waarin hij Wotan, u heeft hem zojuist achter mij voor het orgel als een eerste opkomst zien hebben. De oppergod die sowieso al de rijkste en de machtigste is van iedereen. Er 16 uur opera voor nodig heeft om nog rijker en nog machtiger te worden. Grappig, toch? Wat wel goed nieuws is, dames en heren, is dat er in ieder geval in Nederland 100 jonge mensen zijn die zo'n passie voor muziek hebben dat ze componeren. Dat ze niet een cover maken of een ander nadoen, een ander imiteren, maar dat ze vanuit het niets iets nieuws bedenken en dat met ons op het podium kunnen uitvoeren. We hebben een compositiewedstrijd achter de rug, dames en heren. We zijn begonnen met 100 composities. We gaan vanmiddag aan u laten horen de 4 mooiste. En dames en heren, gelukkig nieuwjaar. Dan op weg naar het podium van het concertgebouw waar jij je eigen compositie gaat spelen. Hoe voelt dat? Stoer. Stoer, ja. Geen zenuwen? Nee. Je nummer heet Jazz is My Life. Moet je even uitleggen? Nou, ik hou van jazz. En jazz houdt van mij. Jazz houdt van mij. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, als ik met jazz speel, dan gaat het helemaal goed en kan er niks meer fout gaan. Dan voel je je goed, dan gaat het helemaal goed met jou. Dus jij hebt geen posters van Justin Bieber boven je bed, maar van wie? Wie is jouw held? Herbie Hancock. Speel je veel van hem ook? Ja. Op je tweede grote liefde, je instrument. Dat is ook niet zomaar eentje. Wat is het voor een? Het is een Fender Rhodes. Dat is een soort elektrische orgel. En dat geeft gewoon een stoer geluid. Ja, en Herbie Hancock had hem ook, of niet? Ja, dat weet ik niet. Maar het is een hele bijzondere, heb je me verteld. En dan ga je nu spelen. Hij staat hier zomaar in het concertgebouw, voor jou. Heb je er zin in? Ja. Ga ik je aankondigen. Dames en heren, hier is Bo Ribbons met Jazz is My Life.
je komt helemaal aangerend. Jij hebt er zin in. Ja, ik heb er heel erg veel zin in, dat kan je wel zeggen. Jij schreef het nummer Love's Variety met een hele lange ondertitel. Vertel even. On the diversities in a universal notion. En wat betekent? Dat betekent eigenlijk dat liefde heel veel kanten kent. Want als je het begrip liefde noemt, denken heel veel mensen al snel aan twee mensen die samenkomen en nog lang en gelukkig leven. Maar het houdt veel meer in dan dat. Zoveel eigenlijk dat je het ook niet zo heel gauw op zou kunnen noemen nu in de tijd die we nog hebben. Maar toch, als je het begrip liefde zegt, weet iedereen wel de kern van het verhaal. Dus dat is het universele in een heel divers begrip. En daar componeerde jij over? Je hebt het zelf gecomponeerd, natuurlijk, daarom sta je hier. En toen moest het gearrangeerd worden, nog voor het groot NBE. En toen stuurde je je arrangeur maar even op vakantie. Nee, die was uit zichzelf op vakantie gegaan. Maar hij sms'te mij toen ik mijn arrangement al bijna af had. Dus toen was het van, ja, dan maak ik hem ook af ook. Dus je hebt het helemaal zelf gedaan voor al die instrumenten. Razend knap. Je gaat zo meteen spelen. En het is voor jou een bijzonder moment, hè? Je hebt 4 keer al in de finale gestaan. En vandaag de kroon op je werk. Wat betekent dat voor jou? Ja, het is ongelooflijk, ik weet niet. Ik kan het inmiddels wel bevatten, maar ik vind het echt geweldig dat ik hier mag staan nu. Heb je er zin in? Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ja. Nou, ga ik je niet langer ophouden. Daar staat je instrument, ik ga je aankondigen. Dames en heren, hier is Tom Schipper met Love's Variety. Veel plezier.
Eline, welkom in het Concertgebouw. Jij componeerde een lied over de liefde ook. Ja. Heb jij een grote liefde? Nee, op het moment niet, nee. Is dat ook waar jouw nummer over gaat? I should have found you by now? Ja, het nummer heb ik al een tijdje geleden geschreven. En toen had ik inderdaad een grote liefde, maar heb ik inmiddels verwerkt. Gelukkig. Het was niet wederzijds? Nee, ja, daar gaat het hele liedje over. Over wat als liefde niet wederzijds is. Ja, wat dan? Nou ja, huilen in een hoekje. Met popcorn en voor de tv. Ja, het is echt... Ja, balen. Ja, nou, dat heb je heel mooi opgeschreven. Je nummer is gearrangeerd. Hoe klinkt dat met zo'n groot orkest achter je? Ja, het klinkt heel machtig. Het klinkt heel, heel groot, heel, heel krachtig. Je kan veel beter je punt maken dan als ik in mijn eentje met gitaar speel. Ja. Bakken ze er wat van? Ja, absoluut. Ja, nou, je hoort het zo meteen. Het is echt heel mooi. Het is echt heel mooi. Je hebt een geweldige stem. Je had ook mee kunnen doen aan The Voice. Maar het werd deze compositiewedstrijd. Waarom? Ja, nou ja, The Voice, je zegt eigenlijk zelf, het is niet echt een compositiewedstrijd. Het is gewoon, wie kan er het mooist dezelfde cover zingen, eigenlijk gewoon de hele tijd. En ik vind dit een veel leukere, muzikalere productie. En ik ken het al, ik heb er namelijk al een keer eerder mee gedaan. Ik vond het ontzettend leuk. Dus ja, daarom weer. En nu sta je hier op het podium. Ja. Je staat te stralen, volgens mij heb je er veel zin in. Ja, echt onwijs. Oké, dan ga ik je aankondigen. Dames en heren, hier is Eline Man met I Should Have Found You By Now. Veel plezier. Bye.
Men zegt dan wel liefde, maar wist u dat er dus nog steeds 925 miljoen mensen op deze aardbodem leven die chronisch honger hebben? En dat dus elke 5 seconden sterft er wel ergens op de wereld een kind aan ondervoeding. Dus sinds ik ben begonnen te praten net, zijn er al 6. Hoppatee. Onze overheid heeft er wat minder liefde voor over, dames en heren. Daarom is het geweldig dat er zo'n instelling is als The Hunger Project. Zij doen het op een andere manier dan normaal gaat. Ze sturen niet daar geld naartoe. Maar zij organiseren, ze zorgen dat er mensen opgeleid worden. Mensen ter plekke, vooral vrouwen, die opgeleid worden om daar organisaties op poten te zetten die het probleem ter plekke oplossen. En ze hebben een spectaculair succes overal in de wereld met deze aanpak. Ik zou u ontzettend graag een website-adres geven, dames en heren. Maar het is, zoals u wellicht weet, ten strengste verboden om dat te doen op dit moment. Er komt nog bij dat ik het ergens op een briefje geschreven heb, maar dat ik dat briefje kwijt ben. Ik heb dat ergens in mijn binnenzak van mijn jasje gedaan. Ik ben het daarna kwijt. Oh, ik heb hier het briefje gevonden, dames en heren. Het websiteadres van The Hunger Project is www.thehungerproject.nl. Dan kunt u dadelijk zelf op zoek gaan naar meer informatie om ze te ondersteunen. Dank u wel. Thank you.
na po kosme psefti, kosmo na mi čita. Thank you.
prachtig uit. Jij las het thema Mens zegt liefde en toen dacht je, ik schrijf een tango. Ja. Waarom? Het past heel goed bij het onderwerp, want een tango is de dans van de passies, emoties, verlangens en de liefde en leven. En ik speel graag tango's. Het kwam allemaal samen. Ja. En kon je dat goed, want je bent 14, kon je dat goed indenken, die passies, die emoties? Een beetje. Een beetje. Ja, je komt uit Enschede, dus misschien is het ook wel een tikje Twentse tango. Ja. Ja. Nou, heb je hem ook laten componeren, samen met een arrangeur, gearrangeerd voor het grote orkest. Hoe ging dat in zijn werk? Dat ging goed, ja. Jij gaf de instructies en hij voerde het uit? Ja. Oké. Okay. Nou, het is heel mooi geworden. Het is echt een tango. Volgens mij ga ik jou naar je plek wijzen. Dan kan je lekker spelen, daar voel je het beste. Dames en heren, de laatste jonge componist van vandaag. De 14-jarige Nienke Hoekstra met Tango del Amor. Geniet van. Thank you.
horen. Das Gold hat mir nicht gebracht die Macht der ganzen Welt. Ich bin verflucht.